Je zou het misschien niet zeggen, maar dit oude frituurvet zorgt ervoor dat ik met mijn auto duurzaam kan rijden. Het heeft alles te maken met blauwe diesel en de Zeeuwse distributeur daarvan zit in Terneuzen. De blauwe diesel is in principe in oorsprong zo helder als water. Het is reukloos, dus wij dachten daar een mooie oplossing hebben door het blauw te kleuren. Tevens kunnen we dan ook zien of het echt wel ons product is. Ja, en hier in uw hand heeft u twee potjes. Het linker potje, dat is de gewone diesel. En het rechter potje, ja, dat spreekt voor zich, dat is de blauwe diesel. Ja, klopt uiteraard. De blauwe diesel wordt gemaakt van afvalproducten uit de voedingsmiddelenindustrie. Zoals oud frituurvet. Om ervoor te zorgen dat je auto niet naar een rijdende frituurpan gaat ruiken, wordt er eerst iets met het vet gedaan. De oude frituurvet gaat volledig over van frituurvet naar gas. En vanuit daar wordt het terug in elkaar gezet, scheikundig, tot een diesel. Dus op die manier rijd je toch een klein beetje op je oude frituurvet, zeg maar? Ja, absoluut. Uiteindelijk rijd je daardoor duurzamer, want met blauwe diesel wordt minder CO2 uitgestoten dan met gewone diesel. Het verbranden van een liter gewone diesel komt er een uitstoot tot stand van 3,24 kilogram per liter. De blauwe diesel daarentegen stoot maar 0,34 kilogram per liter uit. Snel gerekend is dat een vermindering van bijna 90%. En dat beseffen bedrijven ook. Om te kunnen zeggen dat ze groen zijn, moeten ze iets doen. En dan is blauwe diesel een optie. Omdat het gewoon getankt kan worden in bedrijfswagens die al op diesel rijden. In de afgelopen tijd gingen bedrijven als de Zeeuwse Reinigingsdienst al over op het gebruik ervan. En dit jaar sloot ook de netwerkgroep een contract af. 160 bedrijfsbussen, daarna nog zo'n 60 bedrijfswagens, waarvan de meeste toch op diesel rijden. En wil je echt nu iets doen, en we willen toch een groen bedrijf zijn, ja, dan is het nodig om nu iets te doen. Al is het probleem nog wel dat er in Zeeland slechts twee plekken zijn waar blauwe diesel getankt kan worden. Namelijk Goes en Terneuzen. Maar daar wil de distributeur verandering in brengen. De eerstvolgende zal Hulst worden en snel daarna zal ook Oosburg volgen. En ook nog aan de andere kant van het water? Daar zijn we volop op zoek en daar kan ik nu nog niks over vertellen. De producent van blauwe diesel verwacht dat naast bedrijven ook meer consumenten gebruik zullen gaan maken van die blauwe diesel als alternatief. Omdat je je auto er niet voor hoeft te vervangen en omdat het in landen als Finland ook volop gebruikt wordt. Vraag blijft wel of Zeeuwen bereid zijn om er meer voor te betalen en op dit moment er speciaal voor in Goes of Terneuzen te willen gaan tanken om zo duurzaam te kunnen rijden.